Waarom ben je na een referendum zo vaak teleurgesteld? Brexit referendum, Oekraïne referendum, een gek referendum in Hongarije, het Italiaanse referendum waarna de minister-president Renzi moest opstappen. Referenda hebben geen goede naam. Ze staan niet meteen bekend als een grote triomf voor de democratie. Sterker nog, het lijkt erop dat het vooral toch de stem is van de ontevreden burger. Maar goed. Als je geïnteresseerd bent in vertrouwen in de politiek, is dat net het punt natuurlijk. Je wil dat je die mensen met wantrouwen te pakken krijgt. Maar toch, mensen met wantrouwen lijken vaker deel te nemen, maar komen dan toch vaak teleurgesteld uit zo'n referendumproces. Is dat ook echt zo? En als dat zo is, waar ligt dat dan aan? Deze vraag is extreem relevant voor Nederland, omdat jullie, dat we sinds 1 juli 2015 de wetraadgevend referendum hebben, waarbij burgers... Zelf een referendum kunnen aanvragen over een wet of verdrag waar ze niet mee eens zijn. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, in een eerste fase keurt het parlement een wet of verdrag goed. Dan wordt er gekeken of, die wet, of dat verdrag referendabel is. Over begrotingen kunnen bijvoorbeeld geen referenden gehouden worden. En dan is het aan de burger om in een eerste fase 10.000 handtekeningen te verzamelen op vier weken tijd. Lukt dat? Dan wordt de reset-button ingedrukt. En dan moeten er nog een keertje handtekeningen verzameld worden, dit keer 300.000 op zes weken tijd. Als dat lukt, wordt er een datum vastgesteld om het referendum te houden. En dan moet er nog een keertje 30% van de kiezers opdagen vooraleer het referendum geldig is. En vergis u niet, een geldig referendum is niet noodzakelijk een bindend referendum. Het is altijd een advies. Die 300.000 handtekeningen binnen zes weken, die mogen digitaal verzameld worden. En dan denk je misschien, oh, dat is heel gemakkelijk om dat te doen. Er zijn ondertussen veertien pogingen ondernomen en slechts één keer is het gelukt. Dus zo gemakkelijk is het niet. En die ene keer dat het gelukt is, ja, daar weten jullie natuurlijk allemaal van over welk referendum het hier gaat. Het Oekraïne-referendum. En dat staat nou niet meteen bekend als een succes. De referenda lijken mensen vooral teleur te stellen. Wat is er aan de hand? Dat ligt minstens aan twee zaken. Allereerst, wie neemt er deel? En dan ten tweede, hoe gaat de gevestigde politiek om met de uitkomst? Uit mijn eigen onderzoek naar het Oekraïne-referendum blijkt dat als je, ziet, als je kijkt naar het percentage mensen dat zegt te hebben gestemd in het Oekraïne-referendum, dat dat percentage ongeveer gelijk is voor mensen die zeggen geen vertrouwen te hebben en mensen die zeggen wel vertrouwen te hebben. In tegenstelling tot bijvoorbeeld allerlei andere vormen van burgerparticipatie, zoals geen duizend burgertoppen, heb je hier wel de juiste doelgroep te pakken. En dat is stap 1, de juiste doelgroep. Maar wat gebeurt er met de uitkomst van zo'n referendum? Heel veel van jullie zullen ongetwijfeld denken dat referendumuitkomsten genegeerd worden. En dat is heel interessant. Uit het onderzoek van de Tilburgse bestuurskundige Koen van der Krieken, en die heeft een hele mooie dataset samengesteld waarbij hij alle lokale referenden in Nederland sinds 1906 heeft verzameld. En er zijn ongeveer 28 van die referenden die lijken op het Oekraïne-referendum. En wat blijkt? 13 keer won de burger En één keer was het inderdaad zo. Dat de gemeenteraad de uitkomst negeerde. Dat was voerendaal 2003 voor zij die daarin geïnteresseerd zijn. Dat ging over uh, ja, gemeentelijke samenwerking, altijd een explosief thema. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad acht tegen zeven om, dat, om die uitkomst uh, niet door te voeren. Maar in de twaalf overige gevallen nam de gemeenteraad wel het, uh, de uitkomst, het advies dus, over. En ook bij die twee nationale referenden, het ene over de Europese grondwet en het andere over het Oekraïne referendum, er gebeurt altijd wel iets, maar men blijft toch vaak zitten met het gevoel dat er te weinig gebeurt. Goed, wat levert dat nu netto op wat betreft het vertrouwen? Potentieel als er referenda gehouden worden, dan, uh, ja, dan kan het vertrouwen zelfs nog lager worden. En waar ligt dat aan? Dat ligt aan het feit dat referenda polariseren en dat ze het gevoel opleveren dat er niet wordt geluisterd. Kortom, als we dat samenvatten, je bent een referendum wel de juiste doelgroep, maar in zijn huidige vorm leidt het referendum in Nederland alleen maar tot teleurstelling.